Pan-fried catfish. Star Trek, zoals wel vaker zijn tijd ver vooruit. It smells like the real thing. Ja, maar misschien is de toekomst wel dichterbij dan we denken. In de voedselindustrie verwachten ze namelijk heel veel van 3D-printen van voedsel. In Venlo waren vandaag de nieuwste ontwikkelingen te zien. Daniel Wilkens heeft een cakeprinter bedacht. I'm printing cakes. And the cakes have pictures inside. Every time you cut a slice off, you have a picture on each slice of the cake. En er kan veel meer worden geprint. Dit is kipfilet. Even stomen en klaar. En het smaakt nog ook. En wat te denken van deze? Dit is kaas. Geitenkaas print makkelijker dan goudse kaas, maar je kunt ook met goudse kaas printen. En wat wilt u ermee? We hebben thuis een boerenbedrijf met een winkel. En dan is het natuurlijk heel leuk om gepersonaliseerde kaasdelicatesses, noem ik ze ook, te printen. Volgens de organisator van de 3D Footprint Conferentie staat het printen van voedsel nog in de kinderschoenen. De printers moeten sneller worden. Ze moeten meerdere type voedsel kunnen printen. En daarnaast, je kunt ook nog helemaal geen warme dingen maken. Temperatuur is heel gevoelig, met name bij voedsel. Toch spreekt het printen bij de bezoekers nu al enorm tot de verbeelding. En met name zijn we nieuwsgierig of we producten kunnen maken die bijvoorbeeld minder vet bevatten, maar toch romig smaken. I'm an innovation manager, but I don't tell you for which company I work. And I'm here to see what food can be printed and how far is the technology and when we as a consumer can expect to buy it in the supermarket. So you work for a supermarket? No, I'm not. Op welk gebied verwacht u nou het meest van dat 3D-printen? Gepersonaliseerd voedsel. En dan bijvoorbeeld voor in de medische sector. Dus iemand die 80 is, die heeft behoefte aan bepaalde ingrediënten. En daar wordt het voor geprint. En iemand die zwanger is, heeft behoefte aan andere ingrediënten. Wordt daar ook weer voor geprint. Hoe het ook zal lopen, de cakeprinter die is al klaar voor gebruik. Weliswaar niet ideaal voor de gezondheidszorg. Op een kinderfeestje zal deze geprinte cake het ongetwijfeld goed doen. Ja. Mooi. Ja, dreigend het weer.